Hallo beste kijkers van ItsHogyFC, vandaag reviewen wij deze GAMDIAS ARES Essentials Gaming Combo. Veel plezier met kijken naar deze review. Jullie gaan nu zien hoe het toetsenbord eruit ziet. Het toetsenbord is mat zwart van kleur. In de toetsen zit een LED-verlichting. Die LED-verlichting kan je in meerdere kleuren instellen. Daar kom ik zo meteen op terug. Het toetsenbord heeft verschillende mogelijkheden. Als je op FN klikt en dan op de home-toets, dan komt er een gaming-modus. In die gaming-modus kan je niet meer op de Windows-toets klikken, zodat je niet meer uit je game kan. Dan klik je nog vervolgens en dan staat de gaming-modus uit. Je hebt natuurlijk de numlock en de caps lock, de standaard toetsen. Daarboven heb je ook nog andere tekens. Linksboven heb je een knop, of links in het midden, om de WASD te wisselen. Dus dat is maar net wat jij het prettigste vindt. Daaronder zit een munitieknop. Die munitieknop kan je gebruiken voor het reloaden van je wapens. Daar helemaal linksboven is een knop om de kleur van je LED-verlichting te wijzigen. Rood, geel, uit. Af en groen. Groen, rood, geel en dan uit. Als je op FN klikt en je klikt linksboven op de color knop, dan krijgt hij zo'n ademmodus waardoor hij alle kleuren achter elkaar gaat afspelen. Je kan de snelheid ook nog instellen door op die knopjes te duwen. Je kan ook de brightness van je colors of van je LED-verlichting aanpassen. Onder het toetsenbord bevindt zich een gleuf. Deze gleuf kan je gebruiken voor je kabels in te doen van je muis, zodat die niet in de weg zitten. Natuurlijk wordt er bij deze gaming gear combo ook een muis geleverd. De muis heeft verschillende opties. Onder de muis bevinden zich gewichten. Deze gewichten kan je eruit halen of verminderen, zodat de muis naar jouw gewicht ligt. Rechts is het een button voor de color van je muis aan te passen. Onder je muis wil zit een DPI en standaard aan de zijkanten voor je browsers. Na een lange tijd kan je natuurlijk pas iets over dit toetsenbord zeggen. En de muis natuurlijk. Ik vind het toetsenbord ligt erg fijn in de hand. Het design van het toetsenbord vind ik geweldig. Onder het toetsenbord zijn dan ook nog extra keys toegevoegd. Die hadden voor mij weg mogen, want ik gebruik die niet echt. Maar sommige mensen zullen het vast handig vinden. De muis ligt ook perfect in de hand en er zit gewoon een aantal knoppen op. Het toetsenbord, het geluid wat er afkomt, is niet al te hard, maar ook niet te zacht. Het is gewoon perfect. Verder heeft het toetsenbord anti-ghosting en de muis heeft een maximale DPI van 2500. Nu zijn we aangebroken bij het laatste deel van deze review, de prijs van deze gaming gear combo. De prijs van dit toetsenbord is €33 op de site Ultimate. Als ik jou was, zou ik deze gewoon kopen. Je hebt niet te veel geld, je hoeft niet te duur toetsenbord. Maar voor deze prijs is het echt een aanrader. De functies die erop zitten, de LED-verlichting, wat je ermee kan doen, de vele opties. Het is gewoon echt een aanrader als je een klein budget hebt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze review, de allereerste. Willen jullie nou meer reviews? Laat even weten in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog. Like de video. Dat is hetzelfde. Abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer maar weer.